Het heet Lunar, wat een metafoor is voor het vrouwelijke. Lunar is Spaans voor maan. En de achterliggende gedachte is dus dat het dient als een aftrap van het project. En we hebben ervoor gekozen om stil te staan bij het vrouwelijke, omdat dat voor ons een manier is van letten op het zachte. Een manier van zachte confrontatie, maar ook een manier van bewust kijken naar het zorgen. Waarom zeg ik het zorgen? Is omdat ik als curator het interessant vind om ook het curatorschap te koppelen met counseling. En counseling is voor mij een vorm van verzorgen. Dat is vooral het spannende. Ik vind bijvoorbeeld het counselingsgedeelte misschien wel spannender dan dat ik me ga verdiepen in een kunsthistorische traject bij het curatorschap. De curator zorgt ervoor dat de werken, dus dat het beeld, zodanig gepositioneerd wordt dat het een meerwaarde is voor de toeschouwer, voor de kunstenaar, voor de boodschap van de kunstenaar. En vaak plaatst de curator dat beeld ook in een context. En die context kan dus historisch zijn, politiek, maatschappelijk enzovoorts enzovoorts. Dit is werk van Chandel Horton. De titel van deze installatie is Tree of Life. En in principe komt het erop neer, als ik dus naar de samenvatting of de toelichting van Chandel kijk, dat wil ik het kort en krachtig samenvatten. Door de volgende stelling, as above, so below. Ze heeft dus een boom uitgebeeld waarbij je heel duidelijk ziet dat dus die takken en die wortels als een metafoor zijn voor de verbinding tussen hemel en aarde. En volgens mij gebruikt ze dat als een metafoor of een verwijzing naar dat wij als het ware als individu dat vermogen hebben om dus beide aspecten in onszelf te verbinden. Ik denk dat Surinaamse kunst heel veel lagen heeft en ik denk dat een curator kan helpen om dus die lagen of die relaties naar boven te halen. Oké, dit is een installatie gemaakt door Koert Nahar en Sri Irodi Kromo. De titel is Obatala en Indang. Obatala is een verwijzing naar de Santeria. En Indang komt uit het Javaans. Wat heel spannend is bij dit werk, is dat het een installatie is gemaakt door twee kunstenaars. En het mooie daarvan is dat het een soort van yin-yang is. Het is qua kleur, zie je dus zwart en wit. Wat ik persoonlijk heel mooi vind, is dat het erop lijkt alsof het werk van Koert Nahar, dus vanuit de grond, herrijst uit de grond. En die van Sri daar tegenover juist van bovenuit komt neerdalen. Beide zijn een soort symbolische offertafel. Ze hebben dit werk gemaakt als hun interpretatie van de laatste avondmaal. In eerste instantie durf ik te zeggen dat ik me heb laten leiden door het proces. Heel veel van die dingen zijn zelf zo uitgepakt, dat vond ik bijna mooi. Ik heb ook heel vaak gezegd dat het leek alsof we door een of ander magisch traject gedragen werden. Dus om concreet in te gaan op je vraag, ik heb mezelf ruimte gegeven om te luisteren en te kijken en het project te volgen. Maar wat ik zelf heel spannend vind, is juist de diverse achtergrond van die verschillende kunstenaars. De verschillende levels van hun ervaring vond ik persoonlijk spannend. Omdat onderdeel van het kijken naar de beeldtaal van ons als kunstenaar is voor mij ook, en dat is het verlengstukje van mijn onderzoek, is de kijken hoe divers de kunst is in Suriname, de taal die we spreken als kunstenaars met ons werken, maar ook in welke mate we daar inclusief mee omgaan. Dus met inclusief bedoel ik er rekening mee houden dat die diversiteit toch een soort samenhorend geheel kan worden. En ik vind dat dat heel goed geslaagd is.